Die hele wereld van startups ontwikkelt zich ongelooflijk snel. Blijven wij überhaupt wel relevant? Hoe autonoom wil je als land zijn? Dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van 7DTV. Mijn gast vandaag is niemand minder dan Constantijn van Oranje, Special Envoy bij TechLeap NL. Constantijn, welkom. Dank je. Ja, de meeste mensen kennen je als ambassadeur van StartupDelta. Voor de kijkers die het misschien even gemist hebben, wat is TechLeap NL ineens? TechLeap NL is eigenlijk nou, ik wil niet zeggen de doorstart, maar het vervolg op StartupDelta. Waarbij we hebben gezegd, oké, als jullie echt als Nederlandse overheid en als alle stakeholders samen Nederland tot het beste start-upland van Europa willen maken, dan moet er echt een behoorlijke schep bovenop. En dat is wat TechLeap ook uitdrukt. Het wordt een nieuw programma, maar er zit ook een leap in van echt een grote stap vooruit. Wat sprong. Startups ja. Te klein misschien dan, als je hebt over StartupDelta. Dat is te klein. Nou nee, mensen gingen bij StartupDelta focussen op dat het startups waren en niet scale-ups of niet iets anders en zo. En daar ging het natuurlijk eigenlijk niet om. Het ging om snel groeiende techbedrijven vanaf het begin tot aan zeg maar hun IPO. En die hier ontstaan, maar die van buiten komen en wat je daarvoor nodig hebt. Dus het was wel een beetje, de term startups is wat beperkend. Gaf het zin, in Amerika kennen ze het hele scale-up concept niet eens. Ze zeiden gewoon startups, dus was het makkelijker geweest. Maar hier in Nederland willen we dat allemaal verdelen. Dus wat dat betreft is het, ja, was het ook wel goed om een keertje van het start-up af te komen en meer te focussen op waar het echt om gaat. Ja, je legt de lat ook hoog. Vanaf 2020 moeten er idealiter 2 Nederlandse unicorns per jaar opstaan. Hè? Private bedrijven met meer dan een... Ja, nou, die lat is helemaal niet zo hoog. Als je kijkt dat in Zweden gebeurt dat al. In Israël is natuurlijk een veel kleiner land, geen markt, gebeurt dat ook. En als je kijkt naar wat de pijplijn is, dan zou het ook gewoon moeten kunnen. Dus 2 unicorns per jaar zou eigenlijk... eigenlijk is een beetje de ondergrens. Ja. Afgelopen jaren viel het wel mee eigenlijk. Hè? We hebben natuurlijk Adyen gehad, ja. Elastic... GetLab zit inmiddels ja. in San Francisco ja. Gevestigd. Maar je ziet toch genoeg potentie hier in Nederland dus... dat er nog 2 per jaar kunnen gaan opstaan de komende tijd. Ja, absoluut. En kijk, het gaat er ook om... de potentie is er, maar dan ook geven ze de ruimte om die groei door te maken. En die groei is misschien niet alleen hier. Het is ook vaak zo natuurlijk in het buitenland moeten gebeuren. Maar je hebt bedrijven als Picnic en je hebt... je hebt natuurlijk Binder en je hebt allerlei bedrijven zijn er die ook al in dat soort van categorieën zitten. En al hele snelle groeiende bedrijven, zoals Sketch en zo, of dat nou over 2-3 jaar gebeurt. Maar er zit een behoorlijke portfolio aan bedrijven. Je hebt wel het gevoel dat we kunnen gaan ja, pakken. Absoluut. En ook de volgende generatie weer. Maar we moeten meer bewust zijn dat het dus niet gaat om leuke dingetjes, maar dat het echt gaat om... kunnen wij als Nederland concurrerend zijn in een veel groter mondiaal spel... en zorgen dat wij hier techbedrijven kunnen voortbrengen... die ook zichzelf mondiaal zeg maar, kunnen handhaven. In 2016 werd je volgens mij officieel ja. benaderd om, ja. De Special Envoy te worden van StartupDelta. Toen stokje overgenomen van Nelly Kroes. Weet je nog het eerste moment dat je ervoor werd benaderd? En wist je toen wat StartupDelta precies was? Ja, nou, dat weet ik heel goed, want we hebben samen aan de basis gestaan, Nelly en ik en Sigrid Johannessen van StartupDelta. Toen zij werd benaderd oorspronkelijk door Van der Laan en Kamp, minister Kamp. Mm-hmm. En zij wilde eigenlijk niet, want ze wilde niet het kaasmeisje van Nederland worden... die overal Nederland als innovatieland en start-upland zou aanprijzen. Maar ze wilde invloed hebben dan en ook budget en zo om dingen te doen... toen heeft ze een paar keer nee gezegd en toen hebben we met haar dat gesprek aangegaan. Ze heeft, je vindt start-ups fascinerend en het geeft je heel veel energie. Dus wat is er voor jou nodig om dit te gaan doen? Nou, toen hebben we met haar geholpen, ook de termsheets geschreven en zo. Dus toen, uiteindelijk is dat, was het helemaal aan de basis. En toen ze kwam, 1,5 jaar later, vroeg Nelly of ik even op de thee kon komen. En ik dacht dat we heel iets anders gingen. Er zaten een paar... dat wij heren van, dat was Pieter van der Does en Steven Schuurman en Robert Verwaaien, die zaten daar en die zeiden van... ja, we hebben eigenlijk een propositie, Nelly. We hebben eigenlijk gevraagd of jij niet het van haar wil overnemen. Want Nelly had al besloten dat ze mee op zou houden. Ja. Nou, toen daarna is er nog wel wat. Je zat nog in Brussel toen, denk ik? Nee, toen was ik al weg uit Brussel, ja. Ik moest er even over nadenken. Nou, nee, maar toch wel enthousiast over. Nou, toen ik zei, wat heel belangrijk was, dat het niet was de overheid die het vroeg... maar dat het dus ook topondernemers waren en iemand die uit de venture capital wereld kwam, die zei van, het is nog nodig dat je zo'n envoy hebt. Ja. Dat ze mij daarvoor gevraagd hebben, dat maakte ook wel een verschil. En ik heb toen ook aan de overheid gezegd, als ik het doe, dan wil ik ook wel een breder mandaat hebben. Ik doe niet alleen maar voor economische zaken, maar het moet dan ook gedragen worden door het ecosysteem, ja, wat het dan ook mogen zijn. Je moest het doen met relatief weinig budget. Je had voor mij 18 ontzettend getalenteerde jongens, meisjes, mannen, vrouwen die daaraan meewerkten. Budget minder dan $1 miljoen per jaar had je. Dat is niet gek veel. Nee. Nee, dat was... En dan moest ook nog de helft van het bedrijfsleven komen. Ja, helft van het bedrijfsleven komen, helft van de overheid. Niemand mocht in vaste dienst, we waren allemaal ZZP'ers. Dus we hadden heel weinig stabiliteit en continuïteit. Dus aan de ene kant wilde ik dat ook. Ik wilde zeker dat we ieder jaar of ieder anderhalf jaar onszelf weer opnieuw uitvonden. Want de hele wereld van start-ups ontwikkelt zich ongelooflijk snel. Mm-hmm. En je moet continu relevant blijven. Want er zijn natuurlijk een heleboel partijen die dingen allemaal doen. Je hebt een hele overheid, je hebt economische zaken, RVO. Je hebt, ik weet niet wat voor ook allerlei particuliere clubs die dingen doen. Accelerators, incubators. Dus je moet je continu afvragen van, wat voeg ik eigenlijk aan waarde toe als ik een door het publiek gefinancierde organisatie mezelf hierin probeer te nestelen. Dus dat vond ik echt heel goed. Het feit dat je heet op je tenen moet lopen. Ik vind ook wel eigenlijk wel relatief eerlijk naar je doelgroep. Want die start-ups zijn ook allemaal die ook aan het beginnen. Die moeten ook iedere keer zeggen van, je moet pivoten als het... als je niet ziet dat je de goede markt bedient. Heel constraints, hè? Dus dat was voor elkaar was dat best wel een prima uitgangspositie. Maar je was zelfs ook een van die 1,2 miljoen ZZP'ers in Nederland die gewoon factuurtjes stuurden. Ja, dat blijft ook. Ik blijf ZZP'er. TechLeap NL. Je hebt een toezegging gekregen van 65 miljoen, volgens mij, over de komende 4 jaar. Eventjes gok ik. Het waren volgens mij nog best pittige onderhandelingen die je ervoor wilde doen. Want het ging over de intentie om door te gaan. Jij zei, nou, ik wil misschien wel doorgaan, maar alleen op een aantal voorwaarden. Wat voor voorwaarden waren dat? Ja, het ging mij er vooral om dat... kijk, mijn rol is niet zo belangrijk. En zelfs niet of je een TechLeap of een StartupDelta hebt. Daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om die overheid. Als zij willen... als ze echt die nummer 1 plek willen hebben, dan moet je daar ook voor kiezen. Dan moet je ook keuzes maken en dat heeft consequenties. En ik vond dat er onvoldoende gekozen werd en dat er onvoldoende dan ook de beleidsconsequenties aanvaard werden van wat die keuze inhoudt. Nou, en ik zei van, ik wil het wel doen, maar dan moeten jullie ook wel echt commitment tonen. Dus het ging me minder om de eigen organisatie en zo. Dat was ook belangrijk. Die moest ook veel beter gestructureerd zijn en beter gefinancierd. Maar je gaat met een beetje geld wat wij krijgen. Het lijkt veel, maar het is dus 35 miljoen voor onze organisatie voor 4 jaar. Frankrijk heeft 200 miljoen volgens mij. Ja, nog veel meer. Maar daar gaat het niet om. Dat moet ook niet, want het moet uit de markt komen. We zijn alleen maar een katalysator. Hoe meer geld je geeft aan een organisatie die niet een core functie heeft in dat systeem, de slechter is het eigenlijk. Want dan gaan mensen afhankelijk worden van je. En dat wil je niet. Je wil eigenlijk dat het venture capital presteert en dat pensioenfondsen erin meedoen. En dat de overheid een goed regelgevend kader heeft. En, je wil dat allemaal alle plekjes, alle goede puzzelstukjes op een plek komen. En dat je eigenlijk daar dan verder niet meer zo'n rol in hebt. Maar het ging daar gewoon vooral om. Dus hoe zorgt de overheid dat er de beste mensen hier naartoe kunnen komen, zich hier ook kunnen vestigen? Hoe zorg je dat kapitaal hier naartoe kan komen? Hoe zorg je dat mensen in opties uitbetaald kunnen worden en dat dat fiscaal ook aantrekkelijk is? Nou, allemaal dat soort dingen. En dat gebeurde tot voor kort, totdat je soort van met die vuist op tafel sloeg en misschien... allerlei dingen die waren wel in proces, maar die deden... Er zit geen vaart achter. En ik denk dat wat het allerbelangrijkste was, en ik geloof dat dat punt enigszins geland is, dat niet alleen door ons, wat wij hebben gedaan, maar je ziet gewoon, je hoeft het nieuws maar aan te zetten en dan hoor je over wat er in China gebeurt, wat het gebied van kunstmatige intelligentie gebeurt, op robotica gebied, daar komt nog kwantum aan en zo. En je ziet dat er gewoon eigenlijk in de wereld nu bijna een handelsoorlog, een sluimerende handelsoorlog over tech gebeurt. Je hebt de Huawei-case gehad en zo. Dus van alle dingen spelen er nu. Mm-hmm. En dat is het grotere spel waar dit ook in past. Dus dat is deels de overheid, maar misschien ook wel deels de Nederlandse bedrijven zelf. Absoluut. Dat er dus toch een soort van... maar het is wel... Ambitiearmoede heb ik het wel eens genoemd. Goed, wat het bedrijfsleven zelf wil, dat moeten ze zelf weten. Ze hebben ze aandeelhouders en stakeholders en die bepalen wel hoe ambitievol ze kunnen zijn. Maar het is zeker een feit dat... Ja, maar ook de Nederlandse startups en scale-ups. Als je kijkt hoeveel bedrijven er nou echt daadwerkelijk wereldspelers worden. Het zijn er toch... We hebben een hele hoop geweldige, getalenteerde bedrijven. Ja. Degenen die echt de wereld overgaan, het zijn er niet zo gek veel op het moment. Nee, oké. Maar goed, dat is een particulier initiatief. En dan, de vraag is een beetje hier. In dit geval was, wat doet de overheid daaraan? Ja. En wil de overheid... Misschien voor de overheid is het niet zo relevant of het nou unicorns zijn... of dat je gewoon heel gezond MKB hebt... of daar gewoon banen worden gegenereerd en er wordt belasting betaald en zo. Maar ik denk dat er een grotere uitdaging ligt. En dat is, blijven wij überhaupt wel relevant? Spelen wij überhaupt in die techontwikkeling wel nog een rol in de toekomst? En hoe autonoom wil je als land zijn? En dat is denk ik superbelangrijk. Want als jij niet meedoet meer in die AI-ontwikkeling... als jij niet de algoritmes schrijft, niet de bedrijven hebt... die de producten en de diensten gaan aanbieden aan jouw burgers of jouw consumenten... Dan is het China of dan is het Amerika. Wat vind je daarvan? Dus dat is eigenlijk ook mijn vraag. Hoe bedt zich dit tech, zeg maar, start-up en scale-up beleid... in een visie op innovatie, op sectoren, zoals de topsectoren... op onze internationale handelsstrategie, al die soort van strategie. Hoe kun je zorgen dat je op een coherente manier naar een visie toe... Nederland concurrerend kan houden en relevant in de wereld? Ja, maar als ik het een beetje proef, dan was het lange tijd... een beetje voortkabbelend zonder echt goede visie hoe we daar... met de startups, maar ook met de andere bedrijven... en topsectoren daar... Ja, maar het gaat ook heel goed in Nederland. Hè? Dus er is weinig urgentie, want het gaat goed. En, we voelen geen essentiële bedreiging. Langzamerhand beginnen mensen zich wel ongemakkelijk te voelen, denk ik. Je hebt natuurlijk aan de ene kant heel veel uitgaven die gedaan worden aan het klimaat. Maar er zit ook heel veel innovatie in, dus ook weer kansen. Aan de andere kant ziet u met de negatieve rente van er moet geld uitgegeven worden. Nou, wat zijn dan de projecten waar je dat geld aan wil uitgeven? Want je kan wel geld lenen, maar dan moet je weer ergens anders op een bank zetten. En dus, daar heb je dus niks aan. Dus je moet echt concrete projecten hebben waar je dat geld naartoe kan sluizen. Zodat Nederland concurrerender blijft. Dus dat... Maar kunnen we concurrerend blijven? Want je noemt het al die investeringen van al die grote landen. Canada, weet je wel, in AI. Frankrijk, een miljard in AI. China, natuurlijk techbolwerk. Ja, waar komen die miljarden vandaan? Waar komen de miljarden uit Israël vandaan? Waar komen de miljarden vandaan in Stockholm? Het is niet alleen maar omdat het daar gewoon, om de overheid er geld in pompt. Mm-hmm. Nee, het is omdat er een klimaat is waar bedrijven ontstaan waar dat geld naartoe gaat. Weet je, als je kijkt naar Adyen, zitten alleen maar buitenlandse investeerders in. Dus als jij van Singapore dus Adyen weet te vinden... dan betekent dat daar iets relevants gebeurt waar je in wil investeren. Nou, en wat wij willen is dat je een klimaat creëert waar bedrijven kunnen ontstaan... die makkelijk de beste mensen kunnen aantrekken... die kunnen groeien vanuit Nederland... en die dus interessant zijn voor dat internationale kapitaal. Je kan niet afhankelijk zijn van alleen wat hier in Nederland wordt geproduceerd. Nou, en hoe probeer je dat voor elkaar te krijgen met TechLeap? Wat is jouw, of jullie, hè, want het is een grotere organisatie geworden... wat is jullie core angles om dat te ondersteunen? Ten eerste gaan we proberen het systeem te verbeteren. Dus het heeft ook te maken met een cultuurverandering. Cultuurverandering, dat we inderdaad ambitieuzer moeten denken... dat we ook internationaler verbonden moeten zijn... en dat we beter moeten begrijpen wat eigenlijk dat hele start-up-ecosysteem is. Dus we gaan meer inzetten op kennis, ook meer op advies... maar ook te kijken welke bottlenecks er zijn in dat systeem om die weg te nemen. Is dat kennis naar de bedrijven of naar de overheid? Het is vooral kennis over het systeem. Dat gaat beide kanten op. Dus ook, dat gaat absoluut beide kanten op. En verder, omdat dat natuurlijk langer gaat duren... want je hebt te maken met allerlei langere processen... het gaat nog een tijd duren voordat onze universiteiten... echt een goed geolied tech transfer systeem hebben. En het zal nog een tijd duren voordat we de hele opvoeding hebben geregeld. En, nou, noem het allemaal op. Dat duurt, maar daar gaan we wel hard aan werken. Tegelijkertijd willen we niet wachten... om de huidige bedrijven meer kansen te geven... meer toegang tot de belangrijkste input die ze nodig hebben. Dat is kapitaal, dus toegang tot markten en talent. En wat we willen doen is met een groep van iets van 250 bedrijven... om die actiever te gaan helpen. Dat doen we nu al door sommige bedrijven te helpen naar het buitenland te gaan. Bijvoorbeeld voor de CES-conferentie nemen we 50 bedrijven mee. Dat zijn vaak jonge bedrijven die hier aan toenemen. Maar we willen dat voor meer bedrijven doen, om ze in staat te stellen. Eigenlijk willen we hen hetzelfde soort van toegang hebben tot deze factoren... als je zou hebben als je in Silicon Valley zeg maar gevestigd bent. Je hebt veel kunnen rondsnuffelen in je afgelopen 3 jaar... aan allerlei conferenties en landen waar je naartoe bent gegaan. Is er een land waarvan je zegt... nou, daar hebben ze het start-up ecosysteem, scale-up ecosysteem... echt goed op orde. Daar kunnen we wat van leren. Nou, er zijn heel veel plekken waar we van kunnen leren. Ik denk dat Israël is heel interessant, omdat het... er zijn geen maar natuurlijke factoren waarvan je zegt van, nou, dat had daar moeten gebeuren. Dus er is geen markt. Er is veel bedreiging natuurlijk, gewoon echte fysieke bedreigingen. Noem maar op. En toch is het ze gelukt om een van de meest productieve start-up-ecosystemen te zijn. En dat is ook een les. Heel erg naar buiten gericht ook, hè? Maar het toont dus dat je en het kan beïnvloeden. Dus dat als je ook als de overheid, als je goed samenwerkt, overheid, universiteiten, financiers en zo, dat je echt iets groots kan neerzetten. Het is ook een cultuurzaak. Want de meeste Israëli's zijn misschien, in ieder geval die je spreekt in dat hele start-up gebeuren, die zijn inderdaad heel internationaal. Ze zeggen, we moeten meteen naar New York en met uitbreiden, want in Israël is niet zoveel. Dan zijn ze ook op zich geïnteresseerd om naar Nederland te komen, want die zijn multinationals waar ze mee kunnen samenwerken en zo. Dus Israël vind ik heel interessant. Ook interessant is Londen, want Londen was in de jaren 90 echt, of in Engeland überhaupt, qua innovatie helemaal niet, geen koploper. Als je kijkt waar ze nu staan, zijn ze in Europa verreweg het belangrijkste ecosysteem. Ook qua beschikbaar kapitaal. En daar hebben ze natuurlijk taal mee. En ze hebben een paar andere factoren mee. Maar goed, in ieder geval, ze hebben dat voor elkaar gekregen. En het is ook inspirerend om te kijken naar wat er in Boston gebeurt. En, een ander heel inspirerend voorbeeld vind ik Toronto. Want Toronto, Canada is eigenlijk maar een klein land, iets van 40 miljoen... groot oppervlak, weinig mensen. Ja. En er liepen heel veel van talent weg naar Silicon Valley. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Ja. Engelstalig, en je loopt zo de grens over en je bent. Dus zij zeiden van, dit wordt een enorme uitdaging voor ons. Hoe krijgen we dat talent weer terug en hoe houden we het hier vast? En die hebben eigenlijk in vrij korte tijd, door een actief beleid op kunstmatige intelligentie, waarbij ze maar aan 3 centra geld hebben gegeven, en in samenwerking met het bedrijfsleven en de universiteiten, daarvoor hebben gezorgd dat niet alleen talent blijft, maar ook talent uit Amerika nu naar deze centra gaat. En vooral Toronto. Dus bijvoorbeeld de Uber, de kunstmatige intelligentie unit of zelfrijdende auto unit van Uber, zit nu in Toronto. En in plaats van dus die mensen weg te halen naar Silicon Valley, komen de mensen van Silicon Valley naar Toronto om daar zo'n organisatie op te zetten. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden, dat kunnen wij ook. Er is helemaal geen reden om dat in Nederland niet zou kunnen. We zijn bijna door de tijd. Laatste vraag nog. Je voorganger Nelly Kroes is uiteindelijk commissaris geworden bij grote techspelers als Uber, Salesforce. Zie jij het ook ooit nog voor je om bij een grote techspeler dichtbij te kijken op een soort van bestuurlijk of controlerend niveau? Nee, denk ik niet. Even ter correctie, Nelly deed dat al voordat ze... Okay. Zij kende Uber goed en dat heeft niks te maken met haar rol bij StartupDelta. Maar ik zie dat niet als mijn toekomst, denk ik. Constantijn, mag ik je hartelijk danken voor dit mooie gesprek. Heel graag gedaan. Ja, en jullie bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van 7Ditches of 7DTV. Wil je meer ondernemende video's bekijken? Schrijf je dan in voor ons nieuwsbrief of beluister de podcast. Heel graag tot de volgende keer.